Kom ons doen vinnige experiment. Maak een oomblik jou oë toe en probeer tegelijkertijd, ne, dit is op dezelfde tijd, te denk aan een vliegtuig en tegelijk te denk aan wat je nog vandaag wil of moet doen. So probeer net vir een oomblik al twee daai goed tegelijk doen. En aardig kom je achter dat je niet al twee tegelijkertijd kan doen. Onze aandacht springt tussen die twee. Maar dit betekent, kom ons pas dit toe. Ek en jy kan niet tegelijkertijd bekommerd wees en vreugde ervaar nie. Ons kan niet tegelijkertijd hartseer wees en hoopvol wees nie. Ons kan niet tegelijkertijd focus op verlies of focus op groei nie. Ja, ons ander kan vinnig tussen die twee spring, maar ons kan nie al twee tegelijkertijd vasthou nie. Want die een soort ervaring of emotie verdring die ander ene. So die keuze wat ons het is om te besluit wat er emotie, wat er ervaring wil ons primaire aandag aangee. En dan moet ons die activiteite doen wat pas bij daar die emotie of ervaring. En dit help ons aandag in daar die richting gaan en hoe meer ons aandag in daar die richting gaan, hoe meer word daar die ervaring of emotie voor ons groter. Nou dit geldt van ons geloofslewe ook en onthou, ons geloofslewe beïnvloedt ons hele leven. Jezus sê in Matteus 6 vers 24, niemand kan voor twee bazen tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of die een meer oor heb en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Nou ek en jy weet as ons vreugde en vrede wil hê, dat ons meer aandag aan God moet gee. Want wanneer ons kies voor God en die emoties wat dan daarbij pas, hanteer en met Godse hulp hanteer, dan raakt het groter, dan beleef je meer vrede en meer vreugde. So die vraag is, wat de richting kies jij om vast te houden? Wat de baas wil je dienen?